kanaal doen we af en toe ook eens een producttest. Want een reclamespot, ja, dat ziet er toch altijd wel veelbelovend uit. En de vraag is het wel waar wat ze allemaal zeggen en tonen? Nu, voor deze aflevering heb ik mij gefocust op een lenskap. Een lenskap van het merk KUVRD. Is dus een lensdopje om dus jouw lens te beschermen. Is dus rubber en zou ook wel vrij stevig zijn. Maar ook vrij duur. Ja, voor één kapje, voor één potje betaal je 32 tot zelfs 39 euro per stuk. Dus ja, voor één lens maal 2. En stel je hebt een heel arsenaal aan lenzen, toch wel een dure rekening. Nu, ik heb het ook goedkoper gevonden. Ja, dit op het leuke Wish, met al die Chinese shopping app. En je raadt het nooit, 3 euro. Wel, 3 euro voor één kapje. 32, 39, 3. Ik kan wel rekenen waarschijnlijk, hè. Dus ja, dat roept natuurlijk een beetje vragen op. Er is wel een verschil, je voelt wel een verschil. Dat is het KUVRD verhaal is redelijk elastisch, ja. Als je dan kijkt naar het goedkope van Wish, is het wat steviger. Is het wat, ja, hoe moet je zeggen, ja, precies harder rubber. Dus dat vraagt gewoon om getest te worden. Dus zij beweren dat het waterbestendig is. Waterbestendig, jawel. Zou jij je lens in het water gooien? Ja. Dat doe je natuurlijk niet expres, maar stel ze wel in het water, zou geen druppeltje, geen spatje aan de lens komen. Toch volgens de spot. En het is ook zandbestendig. Ja, zand, zandvrij. Stel poef patat in het zand, geen zand aan jouw lens. Huh? Oké, we gaan het gewoon testen. Kijk maar even mee. Test nummer 1. Ik heb hier, ja, uiteraard een lens. Een kapotte lens. Misschien wel best ook, want straks is ze misschien nog meer kapot. Ja, hoop ik niet. En ik heb hier de dure kap van de KUVRD. Dus het merk van het lenskapje. Met al de kap van toch wel een dikke 32 euro voor één stuk. Nu, de reclamespot zegt ons dat het universeel is voor elke type lens. Groot of klein, maakt niet uit. Dus niet zo klein meer. En hier hebben we het probleem dat eigenlijk, ja, de twee kappen elkaar niet overkappen. Ja, je weet wel. Dus er zit nog een kleine spatie tussen. Nu is de vraag, komt hier vocht in, ja of nee? Ik heb er mijn twijfels over. Goed, we hebben het goed aangesloten. Oké, we gaan dan nu het water gooien. Zoals zij ook doen in het reclamespotje. Ik heb er speciaal voor naar de Amblève vallei gereden, hier in de Ardennen. Toch prachtig hier. We gaan niet gewoon de lens in het water gooien. En dan even kijken of deze nat is of niet. Oei, oei, oei. Kletsnat. Ja, dus als je denkt van mijn lens is safe met deze kap en die valt per ongeluk in het water, ja, ben je gejost, want je lens is voor de vuilbak. Ja, tenzij je verzekerd bent natuurlijk voor schade. Ja. Je weet het trouwens, een goede verzekering, hè, voor de toestellen. Ja, kijk, ik ga even hieronder vermelden. Dit even tezijde. Maar in elk geval, de kapjes van 32 euro per stuk zijn dus eigenlijk wat vochtigheid, wat water betreft, niks waard. En mijn lens is nu ook voor, ja, de schoothoop. Ja, dan nu de tweede test. Ik heb wel een klein beetje bang voor. We hebben deze intussen opgedroogd, uiteraard, want anders zou het ook niet kloppen. Naarmate het mogelijk, uiteraard. Alle vochtigheid is eruit. Dan gaan we even de goedkope testen. De goedkope van een drietal eurotjes per stuk. Per stuk, jawel. 3 euro per stuk bij, je weet al, Wish. Ja, made in China. Nu is de vraag, zijn deze beter of zijn deze gewoon even slecht? Geeft dat? Ja, nee. Ik dacht het wel. Water, dat kruipt overal tussen. Je kan zelf je kelder niet waterdicht maken. Want bij overstromingen, ja, ligt die kelder ook vol met vocht. Waarom zou zo'n kap al het vocht weghouden? Dit kan gewoon niet, hè. En dat is nog maar één test. Wat het vocht betreft, zijn ze helemaal gebuist. Van de Ardennen naar de zee.
Ja, waarom niet? Want hier is heel veel zand. Want in de reclame beweren zij ook dat de kapjes volledig zandbestendig zijn. Dus ja, je kan hier lekker rollenbollen met je lens in het zand. Het zou geen kwaad kunnen. We gaan het even testen. We beginnen natuurlijk met de duurdere versie van de KU VRD. Dus ja, de kapjes dus van, ik zal het nog maar eens zeggen, een dikke 32 euro. Here you go. Jawel, ik ben verbaasd, want geen korreltje zand te bespeuren op deze lens. Oké, het kapje zelf is wel een klein beetje statisch, dus je trekt wel een klein beetje zand aan. Je krijgt er ook al moeilijk af, maar de lens is volledig zandvrij. Dus in deze missie zijn ze wel geslaagd. Goed, dat was één. Natuurlijk hebben we ook de goedkopere versies van 3 euro. Ja, ik wil ook even weten, en jullie waarschijnlijk ook, of deze even goed zijn in het zand dan de duurdere versie. Ja, ook deze goedkopere kapjes, zeg maar het witte product, heeft ook de zandtest overleefd. Geen korreltje te zien aan mijn lens en zeker alvast niet in mijn lens. Want ja, de grootste nachtmerrie voor een fotograaf is toch wel zand in uw lens. Oh my god, ik mag er niet aan denken. Dus deze zijn even hoogwaardig wat zand betreft ten opzichte van de dure versie. Ja, mijn conclusie is er vastgemaakt. Zonder enige manipulatie of ja, valse middelen hebben we voor jou het bewijs. Ja, we deden exact hetzelfde zoals zij ook deden in hun reclamespot. En ja, waterbestendigheid, grandioos gebuist. Beide versies. Nu, zandbestendig, dat zijn beide wel. Dus dat is wel een knappe prestatie. Nu, ik vind ze persoonlijk wel handig, want ja, een klassieke lensdop, ja, dat valt er snel af. Dan ben je die kwijt en moet je een nieuwe kopen. Ook als je moet manoeuvreren met jouw camera rond je nek, moet je ook niet vrezen dat het dopje eraf zal vallen. Dus dat is eigenlijk wel, wel handig. Handig, maar duur. Daarom opteer ik toch wel persoonlijk voor het lenskapje van 3 euro van Wish. Gewoon omdat het goedkoop is. Zeker omdat je, of als je liever veel lenzen moet gaan beschermen. Al is deze goedkopere versie van Wish ja wel minder elastisch, het is wel steviger. Want mijn lenskap van 39 euro, dus van KU-VRD, was na 1 maand gebruik en echt wel geen intensief gebruik, gescheurd. Er zat een scheur in. Dit kan toch niet? Dit zou toch niet mogen? Ook al bieden zij een levenslange garantie. Dus ja, ik heb een boze mail gestuurd naar de webshop. Ja, ik kreeg daar wel snel een reactie op, gelukkig. En ik mag het gelukkig ook terug opsturen. Ja, nagenoeg kost me dat wel weer meer dan 7 euro, want de webshop is gelegen in Nederland. Ja, goed. Nu afwachten op een oplossing. Ja, een nieuwe zou toch op zijn minst een goede dienstverlening zijn. En stiekem hoop ik toch dat ik mijn geld terugkrijg. Dan kan ik er nog een aantal van Wish bestellen. Ha ja. Goed, bedankt voor het kijken naar deze test. Heb je zelf nog een leuk productje dat je zegt van, ja, van die reclame, daar geloof ik geen s'nachts van? Laat het ons weten. Je kan ons bereiken via de Facebookpagina. Ciao, ciao! Een maand na verzending van onze schadeclaim hadden we nog steeds geen antwoord gekregen van de winkel waar we deze lenskap hadden aangekocht. Ik had dan beslist om maar zelf even naar de winkel te stappen met de vraag van, hoe zit het nu eigenlijk met deze claim? Het artikel was niet in voorraad, was de uitleg. Jammer toch dat ik niet op de hoogte werd gebracht met de informatie dat ik toch een nieuwe lenskap zou krijgen. Een uur na mijn bezoek kreeg ik een e-mail met een PostNL trackingnummer. 1 dag later mocht ik de nieuwe kap gratis ontvangen. Dus, long time guarantee? Yes, die belofte komt de fabrikant na. Opvolging en communicatie van de winkel, ja, die scoort minder goede punten.